Bessel zit erop. De eerste keer 3 punten dit seizoen, derde wedstrijd. Hoe hebben ze tegen de wedstrijd aangekeken? Nou, het was een flinke pot voetballen tegen Slack. Nou, ik vond het een heel raar wedstrijd. We speelden tegen een ploeg die voetballend misschien wel 3 klassen beter horen dan ons. Dit keer merkten we gewoon dat we voor elkaar wilden werken. Iedereen wilde de bal goed aannemen, iedereen wilde de bal zuiver spelen. We hebben schoot geweerd en de kans afgewacht. Ja, door goede combinatie hebben we een mooie goal kunnen maken. En ik mocht ze erin knallen. Maar het was een mooie voorzet. Een mooi overstapje van Sotti. Voor mij is het persoonlijk voorin dat ik Sotiris naast me heb. Hij blijft echt voorin staan. En dan weet ik dat ik altijd een afspeelpunt heb naar voren toe. En Mark krijgt meer ruimte omdat ik die stap terug kan doen vanaf de 16. Verdedigend hebben we het min ook toch vrij aardig gedaan. Dan zie je dat er ook gekaatst kan worden. En dan als het zuiver gebeurt, gewoon goed in de voet, nou, dan win je het terrein. En toen rustig afwerken. Ik schrok er zelf van dat ik hem zo rustig erin stamde. Het mooiste vond ik dat we eigenlijk tegen het beleid van de coach in. De coach zit altijd rustig opbouwen over de vleugels en dergelijke, vrije man zoeken. We hebben eigenlijk altijd vrij snel de aanval gezocht, de ruimte gezocht en daar hebben we goed gescoord. Ja, en eigenlijk sinds je de hele wedstrijd onder druk gaat je niet echt heel veel kansen, behalve in de eerste helft heb je toch wel veel kansen gehad. 2 keer de bal en 1 keer de lat. Had je verdiend gewonnen. De jongeren hebben het nagelaten om het af te maken. Veel schoten van afstand. En het feit dat ik verbaasd ben dat we wel hebben op zo'n manier kunnen winnen. En we hebben toch de rust en hebben gecombineerd en hebben een schooltje metgepikt. Dus dan hebben ze verdiend gewonnen, denk ik. Jawel, daar ben ik aangenaam verrast over. Ja, daar ben ik erg over te spreken.